Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag heb ik voor jullie een workout gebaseerd op conditie, krachtconditie. We gaan zo meteen 2 rondes doen van elk 3 oefeningen, die bestaan uit 5 sets. Hier komt het programma eventjes, dus we beginnen met push-ups, squats en daarna mountain climbers. En er horen een aantal herhalingen bij. Dus dat zijn 5 sets met een aantal herhalingen. Na deze 3 oefeningen, na deze 3 oefeningen met 5 sets, heb je 3 tot 4 minuten rust voor je de volgende ronde doet. Als je de volgende ronde klaar hebt, zit de training erop. Ik denk dat je daar ongeveer een kwartier voor nodig hebt. Veel langer zal het denk ik niet zijn. Nou, laten we maar gelijk gaan beginnen. Dus we beginnen met de push-ups. Let's go! Dan krijgen we 20 mountain climbers. Oké, dan krijgen we weer push-ups. Als je het niet bij kan houden, zet hem even op pauze. We gaan nu naar 10 push-ups. We hebben de squats weer, 20 squats. Kom aan, probeer vol te houden. Lekker, het begint al een beetje te branden. Zou mooi zijn. 30 mountain climbers, let's go. 40 zelfs. Lekker, probeer het vol te houden. Kun je door? Nee, 30 waren het er. Krijgen we 15 push-ups. En lukt het niet vanaf je tenen, doe het vanaf je knieën. Kijk, weer squats. 25. Voor helemaal op te komen. Nu krijgen we de 40 mountain climbers. Krijgen we push-ups, gaan we weer omlaag. 10 push-ups. Lukt het niet vanaf je tenen? Doe het gewoon vanaf je knieën, maar doe wel die 10. Oeh. 20 squats.
Ademhaling gaat lekker omhoog, hè? Dat is de bedoeling. Dan krijgen we weer 30 mountain climbers. 10 minder als net. Laatste ronde. 5 push-ups. Let's go. Hou vol, laatste ronde. Laatste ronde voor nu. 10 squats. Bijt door. Zometeen heb je rust. En 10. Laatste 20 mountain climbers. Kom op. Lekker. Oké, we hebben nu 4 minuten rust. Pak ze, je hebt ze waarschijnlijk nodig, net als ik. En na 4 minuten begin je met de volgende ronde. Burpees met push-up het liefst. Lukt dat niet, doe het gewoon zonder push-ups. Krijg je halve jumping lunges. Zal ik zo meteen voordoen. En schuine sit-ups. Ja, 4 minuten rust. Tot zo. Halve jumping lunges. Hoe gaat dat? Je staat naar achteren, je springt half op. Dat is iets explosiever als alleen maar stappen. Maar dit is de lunge die je zo meteen gaat doen. Ja? Succes! Oké, krijgen we ronde 2. Burpees met push-up, zoals ik al zei. Lukt dat niet, doe je het zonder. Maar probeer het zeker met, anders gaat het misschien minder goed vooruit. Halve jumping lunges, zoals ik net voor heb gedaan. En de schuine sit-ups. Ja? Beginnen met 5 burpees met push-up. Let's go! Halve jumping lunges, 10 keer. Schuine sit-ups, ook 10 keer, beide kanten. Dus knieën gaan schuin en hier kom je omhoog. Andere kant. Oh, mijn microfoon zit in de weg. Burpees, set 2, 8 keer. Let's go. Zestien halve jumping lunges. Schuine sit-ups, 15 keer. Beide kanten. Ik kan het niet bijhouden, zet hem even op pauze. Hè? Dat was ronde 2. Zet je 3. 10 burpees.
10. Half jumping lunges, 20 keer. Lekker naar de burpees, hè? Benen lopen lekker vol. Maar probeer door te bijten. Volgens mij zijn dit er 20. Schuine sit-ups, ook 20. Dit is de langste ronde, hè, van deze set. Ik begin nu links. Maakt niet uit welke kant je eerst doet, hè. Twintig. Setje 4, gaan we weer omlaag. 8 burpees. Voor mij waren dit 8. Even de tel kwijt. 16 jumping lunges, half. Bij door, hè. 16. 15 schuine sit-ups. Vijftien. Vijftien. Laatste ronde. Lukt het nog? Zet hem op pauze als je iets rust nodig hebt, maar probeer door te pakken. 5 burpees. Het zit er bijna op. Hou vol. Tien. Halve jumping lunges. Tien. Tien schuine sit-ups. Laatste, hè, dit. Hou vol, bijt door. Dit hoef je niks meer te doen. Ja, behalve lekker in je tuin zitten. Met het mooie weer. Zeven. Negen. Tien. Klaar. Lekker. Goed gewerkt als je het volgehouden hebt. Top. Lukt het niet, heb je rust nodig, geen enkel probleem. Herhaal deze training zo nu en dan eens om te kijken of je vooruit gaat. Je hoort mijn ademhaling is ook aardig omhoog, is niet erg. Hoort erbij, moet ook. Ik doe het op mijn tempo, jij doet het op jouw tempo. En dat is prima, maar kijk of je na verloop van tijd verbetert. Daar gaat het om. Dus hou het bij als je deze training doet. Hou je herhaling en je rust een beetje bij. Misschien neem je het ook op. Kun je het ook op social media zetten, supergoed. Tag ons er dan even in, hè. Bodyproof Calisthenics en The Gym Houten. Zou leuk zijn als je er ons erin tagt. Kunnen wij ook je vorderingen bijhouden. Voor nu, top gedaan. Tot de volgende keer.